ga aan de slag met de sucadesteek. De sucadesteek vind ik een onwijs gaaf stukje vlees. Omdat dat valt onder de incourante vleesdelen. Nou, de incourante vleesdelen houdt in dat dan eigenlijk weinig gebruikte artikelen zijn in de keuken. En dus ook eigenlijk laag qua inkoop. Ik heb hier een stukje sucade. Die heb ik op temperatuur laten komen. Even laten rusten. En die ga ik lekker bakken in de boter. Ik bak hem puur in de boter voor de smaakafdracht. Nadat ik hem heb gepeperd en gezouten. En dan doe ik er een knoflookje bij. En dan tijdens het bakken kan ik hem dichtschroeien en ga ik hem arronceren. Nou, wat kun je nou toevoegen aan zo'n sucade? Zo'n sucade heeft best wel een robuuste smaak. En aangezien we weer richting september gaan, gaan we lekker aan de slag met een beetje witlof. Die witlof die karamelliseren we met een beetje boter in de pan. Een klein beetje zeezout erop. En we bakken hem met een heel klein beetje kaneel. Kaneel zorgt echt voor een beetje een najaarssmaak. Als hij dadelijk lekker gebakken is, karamelliseren we hem af met een klein beetje honing. Dan heb je dus eigenlijk heel mooi gekarameliseerde witlof. Als de sucade zijn garing heeft gehad, zijn cuisson goed is, dan laat je hem gewoon lekker rusten. In de pan waar ik de sucade gebakken heb, doe ik opnieuw een klontje boter. En dan bak ik in de sappen van de sucade bak ik lekker wat champignons. Gewoon lekker omdat we toch naar die herfst toe gaan. Champignons is altijd een mooie combinatie bij gebakken vlees. Voordat de honing op de witlof gaat, doen we een klein beetje noten erbij. Gecrunchte noten. Geeft een heel mooi contrast dadelijk tijdens het eten. Dat je naast die zachte witlof een mooie crunch hebt van de noten. Honing erbij. En lekker rustig laten karamelliseren. Het is bijvoorbeeld lekker om hier een klein scheutje bij de wit of een scheutje witte wijn te doen. Of een klein druppeltje limoensap voor wat extra frisheid. En je weet het, we houden van frisse smaken, ook in het najaar. Het is heel belangrijk dat we fris combineren met lekker ziltig. Dat geeft een mooi contrast in het gerecht. Hè? Zo Job, hij is klaar. Zo, goeie genade. We hebben een hele mooie cuisson. Wat heb ik gemaakt? Ik heb je sucade gewoon gegaard in de boter. Daar heb ik een klein beetje knoflook bij gedaan. En in die boter, in die jus die daar van overblijft, daar heb ik gewoon de champignons in gebakken. Heerlijk. Moet je kijken wat een mooi stukje vlees, joh. Ja, super gaaf. Mooie cuisson heb je ook. Ja, dat komt doordat je hem laat rusten. Dan blijf je ook het vet nog een beetje zien. Ja. En je ziet ook de kleur van het vlees is gewoon mooi rosé. En hij blijft zacht. Hè. Het is een sucade. Lekker die... Die witlofjes erop. Witlofjes heb ik gekarameliseerd met honing en een beetje kaneel. En voor wat extra crunch zitten daar wat noten bij. Ja, tof. Heerlijk najaarsgerecht. En natuurlijk serveren we daar verse frieten bij. En een klein beetje kres. In dit geval de rock chives. Een kleine touch van uien en wieslook. Lekker gefrituurde wedges van Hollandse poters. Die zijn helemaal nu van het seizoen. Een heerlijk rendementvol gerecht. Eet smakelijk!